Bonjour, bienvenue au Salon de Bruxelles, dans notre 7e édition. Welkom allemaal op het Autosalon, de 97e editie al. Et je me trouve ici au Palais 4. Ik sta hier in paleis nummer 4 op de stand van Peugeot. En dat is een primeur, want het Autosalon opent pas morgen. Du 19e janvier jusqu'au 27e janvier. Alors, à côté de moi ici, il y a le Grand Lion et c'est l'ambassadeur de la marque Peugeot. Le Grand Lion a une hauteur de 4,8 m et une longueur de 12,5 m. En deze leeuw is ontworpen door Peugeot Design Lab ter gelegenheid van het 160-jarige merkembleem van Peugeot. C'est l'année de l'innovation pour Peugeot. Op de stand hebben we drie nieuwigheden. We hebben een conceptcar en we hebben een prototype. Er zijn meer dan 60 werknemers ter uw beschikking om uw vragen te beantwoorden. Je kan ook terecht op Facebook en natuurlijk ja, de l'info sur peugeot.be. Op het programma staat de e-Legend, le PHEV. Il y a le e-Legend, le PHEV, le 508, le 508SW, le Rifter. En dan hebben we ook nog de 208, de 308, de bedrijfsvoertuigen en natuurlijk ook de SUV's. Maar dit hier, dit is de nieuwe e-Legend, de innovatieve conceptcar. Alors son design est probablement familier, inspiré de l'histoire de la marque. Hij is geïnspireerd op de legendarische Peugeot 504. Als u zich die nog herinnert, die is, werd getekend door Pininfarina. Et au-delà de son design, le e-Legend incarne la vision d'avenir de la marque. C'est un concept car qui roule 100% électrique et 100% autonome. Maar autonoom, dat wil niet zeggen monotoon, want er is een keuze tussen vier rijmodi. Dus de technologie staat ten dienste van het rijgenot. Alors voilà, à l'intérieur, les sièges en velours, l'habitacle lumineux et l'écran de 49 pouces sur le tableau de bord et 29 pouces sur les portes. We zien dit schitterende koetswerk, grijs met champagnekleurige tinten. Et alors, on fait un petit tour. Et on voit le logo Peugeot qui trône sur la calandre et les quatre phares qui rappellent ceux de la 504. En van de e-Legend gaan we meteen over naar de plug-in. De Plug-in Hybrid Electric Vehicle, le PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Ce modèle, c'est le SUV 3008 PHEV. Et il s'agit pour le moment d'un prototype. Deze 3800 PHEV is een vierwielaandrijving. Het is nog een prototype, maar hij komt later op de markt en wordt uitgerold ook de komende jaren. Il a 5 modes de conduite, disponible dans un mode de zéro émission. En hij rijdt dus 100% elektrisch met een autonomie van 60 kilometer. Nu, gemiddeld rijdt de Belg per dag iets minder dan 40 kilometer. Également un mode de sport jusqu'à 300 chevaux. Ça n'est jamais atteint. Dus deze auto heeft 300 pk onder de motorkap. En het gamma PHEV gamma zal dus uitgerold worden, zoals ik daarnet zei, op verschillende modellen, de komende jaren ook. Sur le SUV 3008, le nouveau 508, le nouveau 508 SW, et cela avec 225 chevaux. En dit is een fantastische wagen, compleet nieuw, radicaal berline, la nouvelle berline haut de gamme, de nieuwe 504 met zijn gedurfd design en diverse technologieën aan boord. Il a les projecteurs LED à l'avant, c'est sa nouvelle griffe.
en arrière des feux arrière caractéristiques avec trois griffes du lion réunies sous un unique bandeau. Het interieur van deze wagen. Typisch aan deze wagen, de 508, is de i-cockpit, le i-cockpit. C'est une exclusivité de la marque avec trois éléments. Il y a le volant compact, pour le plaisir de conduite inégalé, combiné tête haute et écran tactile. Er zijn ook snel keuzetoetsen voor de muziek, de media, de airco. Geconnecteerde 3D-navigatie, voertuiginstelling, rijhulpsystemen. Il y a le téléphone qui le GSM sur l'écran, téléphonie avec mirror screen et le Peugeot, etc. etc. Deze auto zit ook boordevol technologieën. Il y a le night vision, régulateur de vitesse adaptief. Dus een night vision, adaptieve cruise control, rijstrookassistentie, systeem de maintien sur les voies. Et full park assist. Grâce à ces aides à la conduite, le 508 est déjà une voiture semi-autonome. Eigenlijk is dit een half autonoom zelfrijdende wagen. Er is van deze versie uiteraard ook een brake versie, de 508 SW. En dit is een primeur. Dit is de eerste keer dat deze auto in België staat. Le Peugeot et les brakes, c'est bien plus qu'une tradition, de réputation van Peugeot en de brakes. Dat is eigenlijk een geweldig mooi huwelijk. Il bénéficie les mêmes technologies que la 508 berline, avec son design distinctif, style puissant et sens pratique. De inhoud van de laadruimte is 530 liter. Maar met een druk op de knop, avec le magic flat, les sièges arrière se rabattent en quelques secondes pour atteindre un niveau de coffre de 1780 liter. 1780 liter in een vingerknip. En van deze 508 SW gaan we naar de nieuwe Ludospace, le nouveau Ludospace de Peugeot, le Rifter. Avec un design robuste, une taille pour l'aventure, une garde de sol rehaussée. Dus deze wagen is iets verhoogd voor het avontuur. En hij is ontzettend veelzijdig, hij heeft 5 tot 7 zitplaatsen. On a deux longueurs et un espace de rangement qui est là-haut, voilà. Et en plus, ce Rifter a un coffre jusqu'à 3500 litres. Een immense koffer, dus tot 3500 liter. Er zitten heel wat technologieën ook aan boord van deze Rifter. Er is de unieke i-cockpit, die we natuurlijk overal terugzien. Ça c'est unique dans le segment, le i-cockpit. Il y a un tablet tactile de 8 pouces et de nombreuses aides à la conduite. Wat de motoren betreft, je hebt de PureTech motoren natuurlijk en de Blue HDI motoren met een zeer bescheiden verbruik en CO2-uitstoot. En dit is de welgekende 208, de kleine stadswagen, avec le i-cockpit, le park assist in navigation 3D connecté. Il y a des conditions spéciales pour le salon. Il y a une version, une série spéciale Like, ça s'appelle, qui est super équipée à partir de 9 840 euros. Et voilà, ça c'est le 308. Le 308 heeft ook een speciale éditie, dat is de Black Pack. De Black Pack met de zwarte velgen. On peut les voir ici. Voilà. Tous les détails en black. Il a les jantes aluminium de 18 pouces diamantées saphir black. Not a finish, but the Illigent one.
hè? Voilà, natuurlijk heeft deze 308 ook de iCockpit en de geconnecteerde 3D-navigatie en de EAT8, le EAT8, une boîte automatique à 8 rapports. En zo komen we bij ons gamma bedrijfsvoertuigen. Over de e-Legend nog eens, ja, dat moeten we natuurlijk doen. Alors la gamme utilitaire, on a trois types. On a le new partner, de nieuwe partner. Er is de expert, die we zelfs gaan bekijken, en de boxer. Le nouveau partner, c'est le star des utilitaires. Il a été élu international vin de l'année 2019. Dus deze nieuwe partner is verkozen tot International Vin of the Year 2019. Hier is de iCockpit die we dus overal terugzien. On a deux versions. Il y a le asphalte et le grip. Le asphalte pour vous qui passe des heures et des kilomètres au volant, et le grip pour vous qui êtes amené à affronter des terrains difficiles. Er is ook de surround vision. On a le surround vision en die bevindt zich daar. C'est une vision périphérique. On a aussi un nouveau chargement. On va ouvrir ça. Qui peut accueillir jusqu'à 2 euros palette. Dus deze nieuwe laadruimte. Daarin kunnen dus 2 volledige europaletten. Alors je peux encore dire que le modèle est disponible en 2 versions, de standard en de long. De witte auto daar en de grijze auto daar, dat is de expert. De expert. Dat is een bijzonder polyvalente bedrijfswagen met 3 koetswerklengtes tot 5,30 meter. Il est vraiment, c'est un véritable couteau suisse. Disponible en 3 longueurs, jusqu'à 5,30 meter. Et ça, c'est le boxer. Et le boxer, c'est le grand couteau de la gamme. Dat is echt een zwaargewicht met 3 hoogtes, 4 lengtes en tot 17 kubieke meter, deze boxer. En nu is het tijd om naar de SUV's te gaan. De SUV's, we hebben de 2008, de 3008 en de 5008. Maar voor we dat doen, telkens als we passeren natuurlijk, moeten we de e-Legend toch nog eens laten zien. Quel super model. En fait, c'est la future de Peugeot. Dit is eigenlijk de toekomst van Peugeot, waar Peugeot de komende jaren eigenlijk heel veel ideeën en design zal uitputten. De SUV's. Je hebt de SUV 2008, je hebt de 3008 en de 5008. En en fait, c'est toujours la gamme. SUV la plus vendue en Belgique, 2 années de suite. Dit is het meest verkochte SUV-gamma al 2 jaar op een rij. Dit Peugeot-gamma, SUV-gamma. Dit is de 2008. En dit is de 3008. Il a le iCockpit, évidemment. Le grip control, qui permet d'affronter tous les terrains, boue, sable, neige. En uiteraard zijn er ook diverse rijhulpsystemen, zoals bijvoorbeeld Park Assist. On a un SUV pour chacun d'entre vous.
Zoals bijvoorbeeld deze modulaire 5008. Modulair, want je kan de zitplaatsen uitbreiden tot 7 plaatsen. De SUV 5008 avec jusqu'à 7 places. We gaan nog één keer naar deze exclusieve berline, de Nouveau 508, enfin, een petit tour encore. On regarde encore une fois à l'intérieur. We kijken nog even naar deze prachtige lichten. De projecteur LED à l'avant. La nouvelle griffe. Dus deze auto is ook uitgerust met de iCockpit, maar dat geldt eigenlijk voor alle Peugeots die hier vandaag op Paleis 4 staan op het autosalon. Il y a la possibilité de revoir le live. Il y a une équipe de 50 personnes. Vous pouvez poser des questions. Et il y a aussi, sur Facebook, il y a aussi le website de Peugeot, www.peugeot.be. Het autosalon opent morgen pas dus, om 10 uur. Le 19e demain, le salon s'ouvre à 10 heures, jusqu'à le 27 janvier. Als u nog vragen hebt, als u nog uitleg wilt, dan kan u altijd terecht op de website. Ik word hier nog iets aangereikt. Ik ga eens even kijken. Voilà. Alors on a demandé de voir encore une fois le e-legend. Wat we dus zullen doen. Er wordt ons massaal gevraagd om de e-legend nog eens te bekijken. C'est la future de la marque Peugeot. Dus dat is eigenlijk wel logisch dat we daar nog eens gaan naar kijken. Comme vous voyez, la carrosserie est grise avec une teinte de champagne. Et voilà les quatre phares qui rappellent de la 504 de Pininfarina. Je pense que demain. Les sièges en velours. Zeer licht intérieur. Met een 49-inch scherm op het dashboard en een 29-inch scherm op de deuren. Alors, c'est un concept car qui roule, 100% électrique, 100% autonoom. Maar je kan er dus ook manueel mee rijden. Je hebt 4 rijmodi. C'est une technologie au service du plaisir de conduire. Alors merci bien, je vous remercie, dank u wel om bij ons te zijn op paleis nummer 4 op de stand van Peugeot en graag tot de volgende keer.